Aan het einde van de dag hebben ze in ieder geval een hoop over Prezi geleerd. Over de mogelijkheden van het inzetten van Prezi. En natuurlijk hoe je jezelf nog steeds centraal staat, ondanks dat je een geweldige tool hebt draaien op de achtergrond. Dat is cool, zegt Bino. En hij pakt meteen zijn schop. En wanneer we klaar zijn, hangen we een vlag in top. So it's kind of finding the right balance between simplicity and expressiveness. Beweging, animaties, in PowerPoint of in Prezi heeft maar één functie, als begripsverhoging voor je onderwerp. En daarin kan het een meerwaarde hebben, mits je rust, ordening en beperking aanbrengt. Een Pechaska is ook een goede manier om één onderwerp, één boodschap, één idee te doen. En ik noem dat altijd maar een disruptive bypass. En dat is een uitnodiging meteen aan de gevestigde orde om mee met ons te doen. Of zeg maar gewoon naar het kerkhof te gaan. Flirten en vooral het zakelijk flirten begint met positieve aandacht geven aan de ander. En we hebben een hele hoge, wat ik altijd zeg, gastenparticipatie. Klopt dat, mannen? Ja. Als je een vrouw hoort praten en je hoort problemen en woord en vraagstuk, is er een hele groene oplossing die heel weinig energie kost. Namelijk, zet de rechterkant uit, dat probleemoplossend vermogen, en zet de linkerkant aan, daar zit luisteren. We gaan met jullie aan de slag. Dat gaan we zo meteen in 8 groepen doen. Het onderwerp is inspiratie. En jullie gaan voor ons, ja, we dachten laten we ons er eens makkelijk vanaf brengen. Jullie gaan voor ons dadelijk in 8 groepen een Prezi maken. Te wandelen en met de hond te spelen. Inspiratie krijgen wij door dingen te doen en door te bouwen. En door vooral met je handen bezig te zijn. Door te sporten of naar buiten te gaan. Ik zie heel veel Prezi's voorbij komen. En waarbij de afbeeldingen best wel slecht zijn. Rustig aan. Het gaat niet om de tool. Het gaat om degene die iets te vertellen heeft natuurlijk. Thank you.